weet je dat het een moeilijke wedstrijd zal worden voor ons. Ik vind dat wij vanavond een puike prestatie hebben neergezet. Hartelijk welkom bij de persconferentie Zwolle-Sparta. Vanavond 6911 toeschouwers. En de scheidsrechter Hilge gaf geel aan Van Bentum, Mamadou, Olijven, Ketting en Varela. Voorafgaand kom je hier naartoe naar Zwolle. Je weet dat het een goede ploeg is die langzaam ingespeeld raakt. We zien de vorige week ook het makkelijk scoren. En mensen die terugkomen van schorsingen en blessures. En dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd zal worden voor ons. Maar goed, we gaan wel met intentie hier naartoe om mee te doen in die wedstrijd. En niet zoals in het programmaboekje beschreven was, achterover te gaan liggen. Uiteindelijk lukt dat dan niet zo heel erg als ik wilde in de eerste helft. En daar hebben we ook in de rust over gehad. We moeten meer durven, meer naar voren voetballen. En niet te veel vanuit de reactie, maar initiatief tonen bij balbezit. Nou, ik vond dat in de tweede helft ietsje beter verzorgd. Alleen we moeten daarbij ook nog wel meegaan in het mannelijk voetbal wat Zwolle wel laat zien. Ja, hier zit uiteraard een tevreden trainer. Ik vind dat wij vanavond een puike prestatie hebben neergezet. We zijn de hele wedstrijd op zoek geweest naar goals. We hebben geprobeerd dominant te spelen. Het eerste kwartier was dat prima voor elkaar. Daarna werd het, vond ik, van onze zijde wat rommeliger. Kwam Sparta iets beter in de wedstrijd. En de eerste helft vind ik dat we eigenlijk niet voldoende kansen hebben afgedwongen om echt te scoren. Waar we natuurlijk enorm veel pech hadden met de bal binnen Kapal eruit. Dus kan ik nog een paar momenten opnoemen. In de rust zelfs al aangeven van hou nog geduld bij balbezit. Want dat was eigenlijk een beetje onze valkuil. Dat we dan te geforceerd op zoek gingen naar de beslissende paas. Terwijl Sparta gedwongen of niet, maar in elk geval allemaal op eigen helft stond. Dus wij moeten dan wat rust bewaren. De bal langer rondspelen. De tegenstander iets meer naar voren lokken om van daaruit dan de paas te kunnen geven. En vonden we dat met name de laatste fase van de eerste helft niet goed deden. In de tweede helft hebben we dat gedaan. Geprobeerd iets meer vanuit controle te spelen. Dus langer op balbezit te spelen en zo te komen tot kansen. Dan krijg je ook de mogelijkheid om een keer in de schakeling te profiteren. Nou, dat is van oudsher of de laatste jaren van Zwolle een sterk wapen. Dat bleek vanavond ook, want daar scoorden we dus uit. Nadat we overigens ook nog een strafschop gemist hadden. Dus ben ik heel blij dat het gelukt is om uiteindelijk te scoren. Want daar stond of viel deze wedstrijd natuurlijk mee. Dus dan krijgen we toch een fase enigszins lastig. Proberen met wisselen nog wat om te draaien om weer controle te krijgen. Nou, in de fase dat we 1-0 voor staan hebben we toch, ik probeer toch wat kritische punten aan te geven. Een minuut of 6-7 hebben we het lastig en laten we ons terugdringen. Terwijl we wel aan de counter de wedstrijd al kunnen beslissen. Dat doen we dan niet. Uiteindelijk lukt dat toch een paar minuten voor tijd. En ik denk de conclusie is dat wij deze wedstrijd zeer verdiend gewonnen hebben. En dat we ook qua spel vooruit gaan boeken in vergelijking met de vorige wedstrijden. En dat is natuurlijk positief. Daar ben ik hartstikke blij mee. En ik hoop ook dat we dat door kunnen zetten. Ik wil wel nuance erbij aangeven dat het echt niet zo Hosanna is als ik sommige mensen nu hoor roepen. Die al in Polonaise eigenlijk het verhaal van vorig jaar willen kopiëren. Zo is het niet. We hebben een heel nieuw team en we zijn op weg naar ons niveau. We hebben wel een aantal heel goede individuele goede spelers. Maar ons teamproces in balbezit en verlies, daar moeten we echt nog aan op trainen en mee bezig. Maar goed, gezien het resultaat van vanavond ben ik hartstikke blij en tevreden. En heb ik vandaag niks te zeggen. Nou Piet, dat is dit seizoen al vrij structureel. Dus dat houden we in instantie ook zo. En vorig seizoen, het eind van het jaar, hebben we al gezegd dat we eigenlijk Bram uitstekend zouden vinden passen achterin. Met name om nog meer wapens te hebben. We vinden dat we langs de zijkanten achterin meer moeten doen om met name tegenstanders ook die wat meer achterover te leunen te kunnen bestrijden. Nou, we hebben links Bart van Hintum gekocht en die kan het prima invullen, heeft hij bij zijn andere clubs bewezen. En Bram heeft natuurlijk een enorme aanvallende drive. Dus dat is de keuze om dat te doen. En vanavond is het bij Tijdenweil ook goed gekomen. Ik geloof dat Bram zelfs degene was die de penalty meekreeg. Dus dat is de reden daarvan. Niet veel succes. Succes. Tot de volgende keer.